De Week van de Opvoeding wordt in Nederland voor de derde keer gehouden. Hierin staat het contact tussen ouders en kinderen centraal. Dit jaar heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin Venlo gekozen voor het thema Quality Time. Quality Time betekent even tijd voor jezelf hebben. De term wordt ongetwijfeld het meest gebruikt als het gaat over de tijd die ouders vrijhouden voor hun kinderen. De rol van sportbedrijven is met name de contacten richting de verenigingen, om de verenigingen ook te adviseren om daaraan mee te doen. Wat de meerwaarde voor de vereniging daarin kan zijn. Dat is de binding met ouders, wellicht potentiële vrijwilligers die daaruit naar voren zouden kunnen komen voor verenigingen. Maar ook met name laten zien waar je als vereniging voor staat en die maatschappelijke rol van de vereniging die ontzettend belangrijk is. 1, 4 en naar voren. Van Belfeld tot Arsen stellen deze week verschillende verenigingen hun trainingen en verenigingsactiviteiten open voor ouder en kind. Een van die verenigingen is badmintonclub Olympia in Tegelen. Gisteren is er een familietoernooi geweest, maar er is meer. In het kader van de Week van de Opvoeding hebben we gisteren inderdaad gezellig een familietoernooi gehad, waarin vaders, moeders met de kinderen lekker hebben kunnen badmintonnen. En komende donderdag hebben we een open avond, een kijkavond, waarin iedereen binnen kan lopen en een shuttle mee kan staan. We hebben geregeld wel ook toernooitjes samen met ouders en kinderen. Maar we gaan ook bijvoorbeeld de vrijdag in de herfstvakantie gaan we gezellig samen klimmen. We gaan boogschieten met z'n allen om toch de saamhorigheid binnen de vereniging te creëren. Ouders erbij te betrekken, want dat zijn toch wel de belangrijke mensen binnen het sporten. Die moeten het ook stimuleren. En ze hebben eigenlijk elke maand wel een activiteit voor de kinderen, maar waar we ook ouders bij nodig hebben. Badmintonclub Olympia heeft 2 jeugdleden binnen de vereniging die horen tot de Limburgse top. Ze hebben al een uitnodiging gehad om te trainen op sportcentrum Papendal. We begonnen met krachtoefeningen en een eigen warming-up. En toen hebben we ook nog een paar testoefeningen gedaan. Hebben we partijtjes gedaan. Ook culturele activiteiten komen aan bod in de Week van de Opvoeding. Zo is er morgen in de bibliotheken in heel Venlo een voorleesuurtje. Wilt u zien welke activiteiten worden aangeboden? Kijk dan op cjgvenlo.nl.